En hier is hij dan weer, een nieuwe De Straat. En dit keer is de vraag, hoe smaakt de haring? De nieuwe haring, lekker vet, met of zonder aardjes, hoe eet je hem? Sushi, helemaal de nieuwkomer voor, bij de jeugd. Waarom vinden ze de haring oudbollig? We gaan dat vragen, vandaag op de Haagse Markt. Ja, we staan hier weer bij een man en die gaat mij echt vertellen of die haring lekker vindt of niet. Ja, zonder meer. De nieuwe? Heb ik nog niet geproefd, maar ik weet dat ze heel erg goed zijn. Lekker vet. Heel erg goed vet, want daarom zijn ze ook een week later. Normaal gesproken komen ze een week eerder, maar omdat ze dus niet te vet waren, is de kwaliteit ging er dan af, hebben ze een weekje gewacht met de veiling. Nemen ze met uitjes of is ze puur? Liever puur. Liever puur? Ja, liever puur. Waarom? Die uitjes zijn, horen er toch bij, of niet? Ja, die horen erbij, maar het haalt wel de smaak weg van de haring. Dat is een ding wat zeker is. Hou je van sushi? Heb ik wel eens gegeten. Vind ik wel lekker, maar niet alles. Als ik hier een blad heb met haringen, vetten, zonder haring. Nee, haring? Nee, moet haring. Geen twijfel over? Nee, geen twijfel over. Haring. Oké, hartstikke. Puur haring. Oké, dankjewel. Super. Hoi. Hey. Het gaat erom of jullie de nieuwe haring, vinden jullie die lekker? Heerlijk, lekker vet, lekker mals, heerlijk. Ja. Ik heb het nog niet geproefd. Nog niet gehad? En hoe eet je hem, met uitjes? Ja, met uitjes. En als je een haringje neemt, neem je hem dan met uitjes of zonder? Tuurlijk, met uitjes. Met uitjes. En nou is er een beetje een strijd tussen de jeugd, want die kiest enkel voor de sushi. En die vindt die haring een beetje oudbollig. Wat vinden jullie daarvan? Als je sushi hebt, als ik hier een blad had, ja, met sushi en met haring, wat pak je dan? Ik denk toch de haring. Ik ook de haring. Ja? Ja. Waarom is sushi niet zo... Nou, ik vind sushi wel lekker, maar dat is meer voor avondeten. En ja, een haringje hap je gewoon tussendoor. Er zit ook wel wat in, een haringje voor tussendoor. U vindt sushi niet lekker? Nee, ik niet. Nee? Ik ben er niet dol op, maar sommige dingen wel. Ik vind het wel lekker. Ja. Oké. Okay. Dus een haring. Een haring, ja, voor sushi. Ja. Haring, voorkeur, uitjes, lekker. Oké, okay, dankjewel dames. Hey, goedemorgen is het nog. Goedemorgen. En viswinkel. Nou, onze vraag is, wat vind je van de nieuwe haring? Hij is redelijk van smaak. Redelijk goed. Het kan redelijk goed zijn in het begin. Hij is heel goed van smaak. Tenminste, hij is goed van smaak. De vetgehalte komt in de loop van de 2 weken komt dat steeds meer erin. De tweede vangst, derde vangst. En dan zijn ze lekker. Dan zijn ze vetter. Dan zijn ze op de top. Zeg. Dan zijn ze op de top. Dus iemand die zegt van oh, ze waren lekker vet, dat kennen ze niet. Nee, eigenlijk niet. Dat kan in het begin nooit. En nou hoorde ik je net tegen iemand zeggen van een of andere cameraman. Die had een haringje en die nam uien. Maar dat mag dan voor een goede visken. Je moet doen wat je lekker vindt. Maar... Ja, nee, maar even serieus. Een nieuwe haring eet je eigenlijk zonder uien. En waarom dan? In Amsterdam maar met uitjes en met zuren doorheen. Ja, dat is uit de boos in Den Haag. Dat ga je niet doen. Een nieuwe haring zit een bijsmaak aan, een zeeltersmaak. Die moet je proeven. En door je uien haal je heel die versheid, die hele smaak haal je weg. Ja, dat moet je ook allemaal horen. Nou ja, dat is nog een beetje een visboer. Die hebben ze dus in Amsterdam niet. Die vertellen ze hier wel. Ik hou van je, weet je dat? Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik het. Ja. Hey, luister. Sushi. Ik hoorde net dat je dat af en toe ook wel eens verkoopt. Want er is nu een strijd tussen de jeugd en de zeg maar de iets ouder onder ons. Die zeggen, ja, maar haring is eigenlijk oudbollig aan het worden. Sushi komt meer in. Wat vind je dan? Nou ja, alles is lekker natuurlijk. En alles is ook een beetje mode onderhevig. Maar haring blijft altijd. Dat is al zo lang. Verkoop je ook sushi? Ze maakt ze zelf, de directrice. Dus zij maakt ze zelf. Ze maakt, dus, ja, en dan in de november, wanneer gaan we die verkopen altijd? Nou ja, met de nieuwe haring heb ik er dan geen tijd voor. Dus zeg maar 3-4 keer per jaar dat ik sushi weekend heb. Gezellig. Dat is wel gezellig. Ja, zijn er veel klanten voor? Zijn er veel klanten voor? Ja? Ja, maar ook ja, het is mensen die dus het weekend en dan speciaal dat soort dingen gaan eten. Ja, ik ben een leek hoor, want ik eet heel weinig vis, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar wat is nou het verschil tussen een lekkere vette haring en een lekker stukje sushi? Wat is het nou het verschil? Ja, wat is het verschil? Want dat zijn twee dingen vergelijken met elkaar die... Of als een peer. Juist. Een haring is gewoon een heel apart iets, dat is een apart vak ook. Sushi, dat is ja, dat heb je van zalm tot en dat is meestal nog wat rauwig ook. Nou wil ik het toch van een echte kenner weten, die uit Den Haag, echte Haagse kenner. Ja. Hoe eet je nou echt origineel een haring? Hup. Aan het staartje. Aan het staartje, vers van het mes. Ja? En dat is, zo hoort hij. Geen stukjes met een prikkertje?
dan gaan we weer verder. Dat is nee. Maar alles wat je dus. Kijk, je moet doen op een gegeven moment. Maar origineel, eet je hem gewoon aan het staartje, eet je hem op. En daarna gewoon. Laat me kijken, laat me kijken. Ik begrijp waarom jij getrouwd bent met die vrouw. Ja, dat bedoel ik. En al een paar jaar. Is die lekker? Heerlijk. Dat is zo eet je een haring. Kijk, en dat de mensen zeggen, ik wil hem aan de vorkje, die wil mijn handen niet. Nou ja, dan snij me stukjes en dan krijg je met de vorkje. Maar origineel, eet je maar het staartje. Helemaal top, joh. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. En succes, hè. Dank je. Oké. Ik zie je bij de slagerij.